Mijn naam is Joan Uitwijk en ik studeer arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben Matthijs Mollema, ik heb hier arbeidsrecht gestudeerd en ik ben nu advocaat arbeidsrecht bij de Haanadvocaten in Groningen. Mijn naam is Saskia Peters, ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan deze faculteit en ik neem u graag mee naar onze master arbeidsrecht. Ik heb voor deze master gekozen vanwege de stages die ik heb gelopen. Ik heb stage gelopen bij de rechterlijke macht en in de advocatuur. En wat mij toen is opgevallen is dat er heel veel kanten aan het arbeidsrecht zitten. Vanuit de werknemerszijde is het heel veel emotie en heb je vaak een probleem wat je dan moet oplossen. Terwijl het vanuit de werkgeverszijde echt een psychologisch spel is en een strategisch spel. En daar heb je veel meer sturing in. Dat is iets wat mij heel aantrekkelijk lijkt om later in de toekomst mee bezig te zijn. Ik heb uiteindelijk voor het arbeidsrecht gekozen met een beetje een omweg. Ik deed eerst het ondernemingsrecht, alleen ik kwam er al snel achter dat het niet echt goed bij mij paste. Dus ben ik gaan kijken wat vond ik nou leuk aan de bachelor. En daar kwam ik het vak inleiding sociaal recht tegen en dat vond ik heel leuk. Dus ben ik gaan praten met mensen die arbeidsrecht deden, niet alleen binnen de faculteit, maar ook in het werkveld. En dat sloot eigenlijk heel erg op mijn interesses ook aan. Omdat je dan niet alleen kijkt naar het recht, maar ook naar het menselijk aspect eraan. En ik zie dat ook heel erg terug in mijn werk. Dat de uitdaging niet zozeer ligt alleen in het recht, maar ook in het managen van je cliënt of met de wederpartij in overleg gaan. En dat is uiteindelijk wel voor mij heel belangrijk geweest en waarom ik achteraf ook heel blij ben dat ik voor arbeidsrecht heb gekozen. Nou, de master arbeidsrecht gaat over het mooiste rechtsgebied dat er is, arbeidsrecht. En het is zo mooi, vind ik, omdat arbeidsrecht over mensen gaat. Iedereen heeft daarmee te maken. Bijna iedereen heeft een betaald werk nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het gaat ook niet alleen om de centen, want het hebben van werk levert mensen ook in sociaal opzicht heel veel op. Denk aan zelfontplooiing, status, identiteit, sociale contacten. En het is ook, daarnaast is dat betaald werk ook voor het verdienvermogen van Nederland cruciaal. Dat zien we natuurlijk ook in de pandemie waar we helaas nog steeds in zitten. Van met miljarden steun moeten die werkgevers overeind gehouden worden, zodat die werkgelegenheid behouden blijft. En omdat betaald werk zo belangrijk is, is ook een goede en eerlijke regulering van dat werk. En dat doet arbeidsrecht zo belangrijk. Want we moeten aan de ene kant moeten natuurlijk die werknemers beschermd worden. Niemand wil zomaar ontslagen kunnen worden omdat je ouder wordt, ziek wordt, zwanger raakt. Of omdat de werkgever jou liever wil inruilen voor een goedkopere kracht. Maar aan de andere kant moeten werkgevers ook personeel in dienst kunnen en durven nemen. Dus bijvoorbeeld ontslagrecht moet niet te rigide zijn. En personeel moet ook niet te duur worden. Nou, een arbeidsrecht probeert een balans te vinden tussen werknemersbescherming en het geven van voldoende ruimte en flexibiliteit aan ondernemers om te kunnen ondernemen. En die balans die verschuift steeds en dat maakt het zo interessant. Als advocaat arbeidsrecht ben je eigenlijk met name bezig met allereerst het klantcontact. Je gaat samen met je klant zitten van wat is nou het probleem of welk probleem wil je voorkomen. Dan ga je vervolgens de juridische inhoud ervan opzoeken en je advies opstellen. Of juist van hoe gaan we procederen en hoe gaan we de procedure insteken. En vaak gaat het over, binnen het arbeidsrecht, over geschillen zoals moet een persoon of mag een persoon ontslagen worden of niet. Heeft hij het concurrentiebeding overtreden of niet. Maar je ziet ook dat wanneer de ruzie is tussen werkgever en werknemer, dat bijvoorbeeld een werknemer zich ziek meldt en dat de werkgever denkt van ja, mijn werknemer is helemaal niet ziek. Dan is het onze rol als advocaat arbeidsrecht om de werkgever erin te adviseren wat de mogelijkheden zijn. Mag je het loon opschorten, stopzetten of zijn er andere maatregelen die je dan kan treffen? Bij een aantal vakken binnen deze opleiding word je echt uitgedaagd om zelf na te denken. Denk bijvoorbeeld aan het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken en het vak Sociale Zekerheidsrecht. Je krijgt dan een uit het leven gegrepen casus waarbij je zelf een antwoord moet creëren. Er is dus geen goed of fout antwoord, maar je moet zelf een antwoord bedenken aan de hand van eigen onderzoek. Echt de troef van de Master Arbeidsrecht is het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken. Kijk, het arbeidsrecht is een echte procespraktijk. En ja, wat is er dan mooier dan al tijdens je studie daarmee kennis te maken? Nou, je krijgt in onze masterclass les op locatie. Nou, dat is vaak een advocatenkantoor, kan ook een vakbond zijn, UWV. We gaan naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. En daar ga je dan aan de slag met een concreet procesdossier. Ga je getuigen verhoren afnemen, processtukken opstellen, pleidooien houden. Je ziet ook al hoe procederen in zijn werk gaat door zittingen bij te wonen. De opleiding heeft heel veel pluspunten. Allereerst opent de opleiding heel veel deuren.
Ik noemde net al de masterclass Procederen in arbeidszaak, waarbij je dus heel veel netwerkmogelijkheden hebt en echt op zoek kan gaan naar een potentiële werkgever. Daarnaast is de opleiding vrij klein, wat betekent dat er weinig afstand is. Er is veel ruimte om vragen te stellen tijdens de lessen en er is ook veel ruimte voor discussie. Arbeidsrecht is aan de ene kant een mooi afgebakend rechtsgebied. Daardoor kunnen we in onze master ook heel mooi de diepte in. En als je bij ons afstudeert, dan weet je dus ook al echt veel van het arbeidsrecht. Maar tegelijkertijd kent arbeidsrecht ook verrassend veel deelgebieden. Om er gewoon een paar te noemen, ontslagrecht, gelijke behandelingsrecht, CEO-recht, stakingsrecht, sociale zekerheidsrecht, medezeggenschapsrecht, Europees en internationaal arbeidsrecht. Dus dat is toch nog heel wat. En zoals je hoort heeft het ook veel raakvlakken, dat arbeidsrecht, met bijvoorbeeld het privaatrecht en het ondernemingsrecht. En het mooie is dat je, als je de master in Groningen doet, zitten al die masters die ik nu noem, privaatrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, zitten allemaal binnen de master Nederlands recht, zijn daarvan tracks, specialisaties. En je kan dus heel makkelijk twee van die masters combineren en afstuderen met maar één scriptie. Nou, wat ik studenten zou willen adviseren is om eerst te kijken wat trekt mij, wat heeft mijn interesse met name. En dan kan het zijn welke nieuwtjes je vooral oppikt, wat je belangrijk vindt in het nieuws. Maar dat kan ook zijn welke vakken vond je nou echt interessant in de bachelor. En daarnaast moet je gaan kijken naar wat voor werk komt er uiteindelijk uit voort. Kun je de advocatuur doen of ga je eerder bij een overheidsinstantie aan het werk. En vanuit die perspectieven kun je ook kijken welke richting sluit er het best op aan en welke kan ik dan het beste kiezen.